Een bundeling van gezondheidsbonden heeft vanmorgen het ministerie van Volksgezondheid een ultimatum gegeven voor de uitbetaling van de overbruggingstoelage en werving en behoudtoelage voor de maand juli 2024. Volgens Miguel Tadimullo, secretaris Bond Personeel Academisch Ziekenhuis, hebben zij een schrijven ontvangen van minister Amar Ramadan die niet in goede aarde is gevallen bij het bestuur. Inhoudelijk. Ik weet niet hoe ik het zou moeten verwoorden. Collega Klein. Ja. Dictatoriaal schrijven zou ik het noemen. Ja. Om ons aan te geven zijn mening waarom hij het niet zal storten. We doen een dringend beroep van hieruit aan de regering. We willen rust. We gaan proberen tot zover in meerdere mate de rust te behouden in de verschillende instellingen. Maar het gedrag wat er hier wordt getoond, het schrijven dat aan ons toe is gericht. Als we hiermee naar de ALV morgen gaan, ben ik of zijn we bang dat we dan de leden niet meer kunnen houden. Volgens Norman Banai, eerste commissaris Bond Personeel Academisch Ziekenhuis Paramaribo, hebben alle ziekenhuizen maandelijks te maken met het wegtrekken van personeel. Daarentegen is het elke maand een gevecht om de gelden te krijgen die het ministerie heeft beloofd. Clyde Gill, ondervoorzitter Bond Personeel Sint Vincentius Ziekenhuis, geeft aan dat de bonden het niet gaan accepteren dat ze een dief worden van eigen zak. We hebben hem duidelijk gemaakt van dat geld moet betaald worden. Want dit is geen koopkracht. Het heeft te maken met onze loon. En we kunnen onze leden die op vertrek staan, brain drain toelagen, niet gaan uitleggen van dat geld wordt niet betaald. En dan nog heeft hij niet gereageerd, hij heeft geen werk van gemaakt. Het is voor zijn gebleven vanaf november, zodat die uitbetaling tot juli. Hebben we een brief geschreven voor de minister en dan heeft hij gereageerd. Hierop dat hij dat geld weer niet gaat betalen, juli. En dat kunnen we niet accepteren. En dat kan niet. We kunnen dit niet accepteren. We kregen de warmte vanuit onze achterban om elke keer te vragen van hey, wanneer. We kunnen het niet meer aan. Dus bij deze vragen we het nogmaals aan de minister en de regering. Denken jullie hierover en graag over te gaan tot uitbetalen zodat de rust kan blijven? Want de patiënten moeten niet eronder lijden. Dat willen wij ook niet. We hebben eet afgelegd en dat willen we blijven behouden. Maar het kan op een andere manier ook. Wij kunnen niet bepalen voor de verpleging en voor de zorg. Want wij zijn niet daar om dit allemaal te incasseren. De bonden accepteren het antwoord vanuit het ministerie van Volksgezondheid niet dat zij het geld niet zullen ontvangen. De bonden hebben morgen hun ALV en het besluit kan zijn dat de gemeenschap daarbij ongerief kan ervaren.